Als je naar buiten komt en je ziet de blauwe lucht met de zon doorschijnen en iedereen hier lachen, vreugde, is geen mooier gevoel als dat. Dan moet dat zo zijn. Ja, zeker. Ja, het einde van de Ramadan levert blije gezichten op hier bij de Al-Kabir moskee aan de Weesperzijde. Waar heb jij veel aan gedacht de afgelopen maand? Aan eten. Daar heb ik het meest aan gedacht en dat is eigenlijk ook aan familie. In Noord, in het appartement van de Palestijnse Sliman, is de sfeer iets wat timide. Als je denkt dat 13.000 kinderen in Gaza zijn gevallen en zoveel andere kinderen zo zwaar hebben, niet eens eten, en dat je elke ochtend wakker wordt en ga je meteen checken of je familie nog leeft. Dit is een ongekend gevoel. Dit jaar is een feest met een enorme bijsmaak van verdriet. Hij heeft voor het eerst gevast in 25 jaar uit solidariteit met de mensen in Gaza. En Ramadan heeft mij echt dicht bij hun gebracht. Ik heb honger ervaren. En ik vond het schrikken dat ik moeite had met de laatste 3 uren van de dag met honger. En zij hebben de hele tijd maandenlang mee te maken. Maar wat Ramadan mij terug heeft gegeven, en daar ben ik ook heel dankbaar voor, is de mentale verzet tegen de genocide. Dat voor mij gesterkt. Toch staan er wel geheel in stijl allerlei lekkernijen op tafel. En die lekkernijen zijn er ook aan de Weesperzijde voor de circa 2000 bezoekers van de moskee. Ik hoorde hier net iemand zeggen, ik heb eigenlijk helemaal nog niet zo'n zin in eten. Hoe is dat bij jou? Nee, ik ook eigenlijk niet. Want het voelde heel raar toen ik vanochtend opstond en een glasje water mocht drinken. Dat is een heel apart gevoel. Waar heb je het meeste zin in om nu weer te kunnen doen? Nu heb ik het meeste om te zin heb ik gewoon even een lekkere couscous te eten.